Goeiedag en welkom bij weer een nieuwe aflevering Small Talk. Mijn naam is Ruben van der Meer en vandaag gaan we het hebben over honger. En daarvoor aangeschoven is onze deskundige Jacob Jutte. Zei ik dat zo goed? Ja. Welkom in de studio. Honger. Er is wel heel veel honger in de wereld. Hoe komt dat toch, zou je denken? Nou, omdat heel veel mensen, er zijn in heel veel landen, is er oorlog. Ja. En daarom wordt er ook veel gestolen. En als er veel gestolen wordt, hebben mensen weinig geld. En dan kunnen ze geen eten kopen. Ja, dus dat is een van de oorzaken is natuurlijk... Oorlog. Is oorlog. Er is ook een probleem dat heel veel mensen macht willen hebben en daardoor staan er veel oorlogen. Ja. Ja. Mensen zijn gek op macht. Maar wij hebben wel genoeg macht, vind ik. Sowieso hebben we genoeg macht, we hebben heel veel macht. Maar die mensen die dan oorlog gaan voeren om die macht. Ik denk dan wel, het doet dan ook wat nuttigs met die macht. Want dan heb je die macht uiteindelijk door je oorlog. En wat doe je nou helemaal? Dan wil je nog meer. Bijvoorbeeld in een stripverhaal Oom Dagobert. Als ik iemand eigenlijk niet kan luchten of zien, is het Oom Dagobert wel. Huh? Hij voert geen oorlog. Nee, hij voert dan geen oorlog. Oké. Maar hij heeft wel gewoon een pakhuis vol met geld, en cash. Hij doet het niet meer. Ja, wat doet hij ermee? Gewoon nog meer sparen. Ja, af en toe neemt hij een duik erin. Vanaf een duikplank. Ja, hij gaat gewoon ook altijd naar Oom Donald om te eten, want hij wil zijn geld niet uitgeven aan eten. Dan gaat hij altijd lunchen en bijten bij Oom Donald. Hier, kun je nagaan. En hij eet als avondeten, dan doet Bertus dat. En die moet dan zelf koken. Ja. En Bertus krijgt heel weinig salaris. Maar het is toch een stripfiguur. Ja, nee, oké. Maar volgens mij, het is gebaseerd op bestaande figuren. Dat denk ik wel. Het is niet verzonnen namelijk. Het is het bestaan, ze bestaan en ze zitten ertussen. En die komen dan, die hebben pakken met geld en die komen alsnog bij Oom Donald. Nou heet hij dan misschien niet Oom Donald, maar iets anders. Ja. Henk. En dan komen ze daar eten en even helpen met de afwas. Ook niet. Voor dat soort mensen hebben wij maar één boodschap. Jacob en ik. Doe eens wat nuttigs met al je macht en je geld. Zijn mensen die hebben honger, ja. Dit was weer een aflevering Small Talk. Tot de volgende keer. Goeiedag en welkom bij weer een nieuwe aflevering Small Talk. Vandaag gaan we het hebben over geluk. Geluk. En daarvoor aangeschoven is niemand minder dan onze deskundige... Rena, geluk. Hoi. Hoi. Want, ja. Ja, ik ben Rena, geluk. Hoi. Ja. Je heet ook geluk, dus daarom dacht ik. Ik vraag jou, want als je zo heet, dan zou je er ook wel wat van af weten. Ja. Ja? Wat is voor jou geluk? Knuffels. Allebei de soorten knuffels die er bestaan, dus knuffels, knuffelbeer. En knuffels van mensen. Van mensen. En dan nog bepaald soort mensen? Of, niet alle mensen? Ja, klopt. Als ik van een wild vreemde een knuffel krijg, dat zou misschien niet altijd goed vinden. Nee. En dan heb je het over de knuffel van... Mijn vader? Ja, oké. Okay. Van je moeder, ja. Mijn broertje. Goh, dus knuffels is voor jou geluk? Ja. Nou, was dat goed om te horen. Dus jij houdt wel van knuffelen? Ja. Ja? En met wie knuffel je dan liever? Met
Je vader of je moeder? Mijn moeder. Echt waar? Ja. Oké. Want je vader, die is te slecht. Die doet het niet zo goed. Niet nee, slecht, die niet doet zeggen. Alleen maar zo. Ja, kom maar. Of hij raakt me nauwelijks aan, of hij knuffelt me dood. Alhoewel, ik ben nu nog niet dood, dus dat heeft hij nog nooit gedaan. En zo is het ook. Oké. Dus als jij een tip zou willen geven aan mensen die dus op zoek zijn naar geluk, want er zijn echt heel veel mensen die zijn op zoek naar geluk, dan zou jij zeggen, elke dag knuffelen. Of op zoek naar een klavertje 4. Dat werkt ook. Of op zoek naar een klavertje 4. Ja, dat is me een keer gedaan. Ik vond een klavertje 4 en had ik de rest van de dag geluk. Echt waar? Ja, of het ligt aan mijn achternaam. Maar wat gebeurde er dan de rest van de dag? Nou, ik mocht een uur lang gamen. Daar had ik zin in. Oké. Dat is geluk voor mij. En wat speelde je dan? Ik speelde Minecraft. Want er kwam na een uur een nieuwe update. Dus ik zat de hele tijd zo te wachten. Hey, en zijn er nog andere dingen naast knuffelen en game waar je gelukkig van wordt? Zelf vrolijk zijn. Als je met de verkeerde been uit bed stapt, dan wordt je dag minder goed waarschijnlijk. Dus jij stapt sowieso, zorg ervoor dat je met je goede been uit bed stapt. Ja, rechterkant. Oké. Dan dus, vergeet ik dat. Ja, en dan ben je ook een dagje chagrijnig. Ja. Lukt het je wel eens om dan weer, dat het weer bijtrekt? Ja, dat duurt meestal 2 uur. En dan word ik weer chagrijnig. Het duurt meestal 2 uur. Oké, dus je stapt met je verkeerde been naar bed. Dan ben ik de hele dag chagrijnig. En ja, dan probeer ik vrolijk te zijn. Dan lukt dat 2 uur. En dan word ik weer chagrijnig. Kijk. Heb jij nog iets wat je zou willen meegeven aan de kijkers van Linda TV? Een levensmotto? Of een... Wat je denkt? Ja. Blijf vrolijk, dat helpt. Gewoon vrolijk blijven. Dat zorgt voor geluk. Gewoon vrolijk blijven. Dat zorgt voor geluk. Mijn naam is Ruben van der Meer en naast mij zit Reina Geluk. En u keek naar... Ik kan me voorstellen, maar volgens mij zou ik dat eigenlijk aan het begin doen. Ik was aan het afronden. Ik zat midden in mijn afrondpraatje. Lach is gezond. Sowieso. Lach is gezond. Dus daarom is dit mooi afgerond.